tijd voor de ARC 21 Meubel Award. De nominaties zijn geselecteerd op basis van de criteria duurzaamheid, urgentie en innovatie. Hallo, mijn naam is Ineke Hans en ik ben de voorzitter van de ARC 21 Meubel Award. Ik ga u de drie nominaties bekendmaken van dit jaar en daarvoor hebben we drie kandidaten. De eerste is Studio Nenke Hoogvliet met When Recycling is Not the Answer. De tweede kandidaat is Joost van de Vecht met Peak Chair. De derde kandidaat is PSBP met Spaces Open Desk. Jeroen Dunte. Dankjewel. Welkom. Ja, dat ben ik. Ja, daar bent u, hè? Ja, nou, fantastisch. De met de envelop, inderdaad. Ja, spanning, spanning. De trommel die komt zo. Ik wil eerst nog even zeggen dat jij samen met Ineke Hans, zij was juryvoorzitter, en Giovanni Bellotti heb jij de genomineerden geselecteerd, hè? En daarbij hebben jullie dus gelet, ik zei het net, op duurzaamheid, urgentie en innovatie. En zonder de winnaar al bekend te maken, hebben jullie dan nog lang gediscussieerd over nog aanvullende criteria voor het selecteren van de winnaar? Nou, eigenlijk er was een veel langere lijst van criteria vanuit de ARC-jury. Of de ARC Awards, van nou, waar kun je op letten? En dan zit dan functionaliteit nog bij en er zit toegankelijkheid in en maakbaarheid, concept, narratief. Dus wij hebben het onszelf iets makkelijker gemaakt, wellicht. Ja. Waren wij dan die jury waar het redelijk makkelijk en vloeiend ging. Iets makkelijker gemaakt door drie heldere criteria te selecteren. Je noemde ze al. En uiteindelijk loopt dat door elkaar. Hè. De ene project is wellicht een klein beetje meer duurzaam dan de ander. De ander is wat urgenter. De ander zit wat meer op materiaalinnovatie. De ander zit wat meer op concept. En de boodschap, die awareness die je ook met een meubelstuk kunt overbrengen. Dus uiteindelijk zo schipperend tussen die drie criteria, ja, vonden we eigenlijk wel een unanieme. Kijk. Dat is nog niet gevallen. Unaniem. Wij waren dat in ieder geval wel. Jullie hadden een unanieme... Unanieme jury. Oké, nou, dan is het denk ik tijd om die envelop maar open te maken. Hè? Zeker. Ik zag hoe je dat net deed. Dus jij kijk, hem zal ik dan zo? De envelop trekt. Oh ja, zeker. De winnaar van de ARC 21 Meubel Award is... De Peak Chair van Joost van de Vecht voor Oconee. Kijk. Van harte gefeliciteerd. Ja, aan jullie beiden dan natuurlijk. Want het is, nou ja, net zoals het werd net ook al genoemd bij andere projecten, het is toch vaak ook echt wel een samenwerking volgens mij. Hè? Ik las in het juryrapport bedrieglijke eenvoud. Kun je daar ja, nog iets over zeggen? Ja, kijk, het is een meubel wat enorm duurzaam is. Waar ook heel veel innovatie in zit. Met een QR-code kun je de lifecycle checken. En als iets vervangen moet worden, kun je meteen contact leggen met de producent. Dus de producent speelt daar inderdaad ook een grote rol in. Ook materiaalinnovatie, heel veel gerecyclede materialen. De stoel is ook circulair, dus verschillende onderdelen zijn apart te recyclen of te vervangen. Dus het is een enorm duurzame stoel die eigenlijk eenvoud uitschreeuwt. Waarbij eigenlijk tegenwoordig heel veel meubels al heel snel heel hard gillen. Van ik ben duurzaam, was het bij deze stoel iets anders. En hij is ook nog toegankelijk. Je kunt hem, nou ja, zou je ze hier willen zien in plaats van deze stapel stoelen. Ja, precies. Ik weet niet of die stapelbaar is overigens. Hij is ook stapelbaar. Hij is ook nog stapelbaar. Aan de architecten van het Keilenpand, neem hem mee. Neem hem allemaal. En dan vraag ik even om jouw microfoon nog aan Joost te geven. Ja, dan wil zeker. Ik ook nog wel even een vraagje stellen. Er is enorm veel onderzoek ook zit erin, hè, in dat hele project. Ik las trial and error in het 3D-buigen van cellulose vezels. En stevig onderzoek naar hoe alle grondstoffen ook weer van elkaar te scheiden zijn. Hoe lang heb je hierover gedaan? En meteen een vervolgvraag, is het dan allemaal waard ook weer met zo'n award? Ja, in 2019 zijn we begonnen. 2019. Je mag even bij komen staan, hoor. In de coronatijd. Misschien kunnen jullie het samen... 2019 zijn jullie samen gestart. Ja. Kijk. Ja. Pim heeft mij gevraagd om een stoeltje te ontwerpen. En dan moest ook nog een keertje duurzaam zijn. Een stoeltje ontwerpen sowieso. Niet zo'n hele makkelijke opgave, vind ik. En dus ook nog duurzaam. En dan loop je tegen allerlei dingen aan waar je normaal niet tegenaan loopt. Zoals bijvoorbeeld de zitting en de rug, die zijn nu van papier gemaakt. En voorheen gebeurde dat vaak in hout, multiplex. Ja. En
dan kom je dus op andere verbindingen. Want papier is iets minder stevig dan hout, dus daar moet je ook rekening mee houden. Veel onderzoek. Ja. Ja, maar het is het allemaal waard. En hoe sta jij hier dan nu bij? Trots? Blij? Ja, nou, sowieso ontzettend trots, want we zijn natuurlijk een jong bedrijf. We zijn nu voor het derde jaar bezig, dus dat we nu, zeg maar, deze aandacht krijgen is voor ons fantastisch. Dus dank je in ieder geval daarvoor. Joost is altijd een beetje bescheiden, dus... maar ik denk dat hij een geweldig talent heeft om aan te voelen wat we met ons merk willen, waar we naartoe moeten. We hebben een hele hoge duurzaamheidsambitie. Ik denk dat je vroeger zag dat duurzaamheid niet altijd even sexy was. En volgens mij heeft Joost laten zien dat dat heel goed samengaat. Dus kijk. Fantastisch wat hij gedaan heeft voor ons. En inderdaad, dat was bij de vorige wat ook zo. Je doet dat uiteindelijk samen. En als je anderhalf jaar met elkaar werkt, dan leer je elkaar kennen. Ja, dan word je bevriend. En dan is het een hele mooie beloning, absoluut. Kijk, dus een vriendschap heeft het opgeleverd. Een prachtig product en een Ark Award. Zeker, ja. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Dank je. Gefeliciteerd met het winnen van de ARK 21 Meubel Award. Voor, je zei net, een stoeltje, maar toch wel de eerste stoel van afvalpapier ter wereld. Ik denk het wel. Daar mogen jullie best, mogen jullie best trots op zijn. Hoe was het om daaraan te werken? Superleuk. Het was ook een fantastische samenwerking. Ik denk sowieso, zoiets ontstaat niet als er een goede samenwerking is met het merk, zeg maar. Dat was sowieso al een heel leuk proces. Ook van genoten. Absoluut. En de jury heeft het over bedriegelijke eenvoud. Ja. Herken je dat zelf ook in jullie ontwerp? Ik probeer altijd wel iets... het stoeltje geeft een beetje het idee dat die al heel lang bestaat. Ik denk dat het goed gelukt is. De eenvoud, dat past heel erg goed bij mij. Dus dat klopt wel. Ja. En ik ben ook wel nieuwsgierig, want jullie hebben best hoge ambities gesteld op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Kan die lat nog hoger? Gaan jullie nu nog iets nieuws doen? Daar zijn we al mee bezig. Ja. ik denk het wel. En het is heel erg zoeken naar nieuwe producten, zeg maar. Tenminste een nieuw concept vertalen, zeg maar, in een bestaande markt, maar ook een bestaande productiemarkt. Dus wat het proces met name heeft omvat, is dat we nieuwe technieken nieuwe concepten in oude productietechnieken proberen te implementeren. Dan blijft het ook betaalbaar. Dus dat is ook met name zo'n proces waar je dan anderhalf jaar lang in zit. Ja. Maar goed, we hebben ook heel veel geleerd en heel veel ontdekt, dus daar kunnen we op voortborduren en daar zijn we zeker mee bezig. En Joost gaat daar zeker ook weer een rol in spelen. Heel mooi, heel mooi. Nu even genieten. En proosten. Ja, nou, nogmaals dank. Dank je. Gefeliciteerd.